Johan, ja? Jij bent voorganger hier in de Open Hofkerk. Ja? Wat is volgens jou de ziel van Pendrecht? De ziel van Pendrecht in de Open Hof, daarvan hoop ik dat dat uitkomt in de naam en dan in het bijzonder het woord open. Dat wij een open protestantse gemeente zijn die ruimte biedt aan het eigene van het protestantisme, maar die ook ruimte biedt aan alle mensen die hier wonen, werken, die hier zijn in Pendrecht. En vandaar dat wij ook heel erg blij zijn met allerlei initiatieven die mensen van allerlei culturen, religies bij elkaar wil brengen. En dan willen wij als protestantse gemeente Pendrecht Rijplaat ook van harte aan meedoen. Oké, dankjewel. Ik heb nog een extra vraag. Je hebt gepreekt over laat de kinderen tot mij komen, een uitspraak van Jezus. Ja. En ik zag geen kinderen in deze kerk. En dan heb je me net verteld dat dat ook nog wel een speciaal gevolg heeft bij de mensen uit deze kerk. Wat was dat? Nou, Jezus die zegt van laat de kinderen komen, verhindert mij niet. En ik heb wel eens het idee dat veel mensen bij zichzelf afvragen, want al deze mensen hebben kinderen die niet meer in de kerk komen. Ben ik daar zelf ook voor een deel geen debet aan? Hè? Heb ik ze zelf misschien toch nog te veel verhinderd? Heb ik ze zelf door fouten of tekorten toch niet vaak genoeg en op een goede manier bij de kerk of bij het geloof bij Jezus gebracht? En ik heb wel eens het idee dat er bij hoop mensen een soort schuldgevoel zit. Maar ik denk dat dat onterecht is. Want je kunt mensen de weg wijzen, maar mensen maken altijd eigen keuzes. Ondanks een weg die ze gewezen is, gaan ze soms een andere weg. Ja. En ik denk niet dat je daar jezelf schuldig door moet voelen. Maar dat wat ik in de preek ook gezegd heb, we kunnen ook nu nog altijd voor al die mensen, die kinderen die niet meer naar de kerk gaan, de tweede generatie uit Pendrecht, zeg maar. We kunnen voor ze bidden dat ze toch nog weer geraakt worden op een of andere manier. Okay. En geloven, dat hoeft ook niet altijd in te houden dat je de kerkdeur plat loopt als het ware. Je kunt ook geloven zonder dat je in een kerk komt. Al vind ik zelf dat als je honger hebt, ga je ook eten. En ik denk dat met geloof ook zo is, voor mezelf dan. Als je honger hebt, dan ga je ook naar de kerk om gevoed of opgevoed te worden. Oké, dankjewel. Graag gedaan.